Geert Bakker, speler PCL. Geert, goedenavond. Goedenavond, Frank. Ja, afgelopen zaterdag in de nacompetitie met 3-1 verloren van TAVV. Ja. In het kort die wedstrijd, Geert? Ja, we begonnen fel. Zitten wel druk. En na 10 minuten kwartier zwakte dat wat af. En hadden we eigenlijk de wedstrijd onder controle. Tot een paar minuten voor rust. En staan we een beetje te slapen en slaan twee keer toe. En tweede helft weer precies hetzelfde. Eerste kwartier waren een fel. En dan scoren ze nog een keer in. En voor de rest hebben wij gedomineerd. Alleen niet gescoord. 3-1 werd het toch? Ja, klopt. Eigen doelpunt van de jongens. Ja, dat klopt. Daar hebben ze ons wel mee geholpen. We hebben denk ik 4 kansen gehad. Misschien nog wel wat mogelijkheden. En 3 keer uitgescoord. En wij denk ik 6 grote kansen. En we hebben 1 keer van ons gescoord. De mensen die luisteren en zeggen van 3-1 verloren, dat wordt moeizaam. Maar als ik jouw verhaal zou horen, volop kansen nog? Ja, wij gaan er zaterdag tegenaan en heel de groep denkt er zo over. Kijk, dit was een wedstrijd een beetje vergelijkbaar met onze eerste seizoen zelf. Niet slecht spelen, wel de goals tegen en ze zelf niet maken. Dus zaterdag is het aan ons om te laten zien hoe het de tweede seizoen zelf is gegaan. Na afloop van zo'n wedstrijd die je met 3-1 verliest, waar achteraf, was altijd simpel natuurlijk, meer had ingezeten. Hoe zou zo'n sfeer in zo'n kleedkamer, Geert? Ja, iedereen baalt er wel van, maar iedereen had ook wel het geloof dat dit nog niet was gespeeld, de tweeluik. Is ook wel vol goede moed voor aankomende zaterdag. Wij kennen die vereniging helemaal niet. Wat voor soort vereniging is dat? De eerste helft qua voetbal? Ja, wij hebben er nu 1 keer tegen gespeeld. Ik heb er ooit een keer met SO voor de beker tegen gespeeld. Ja, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met als PSL, kleine vereniging. In tweede klasse volgens mij al een paar jaar. En nu toet je net als ons door vervangende periode. Ja, maar wat voor soort voetbalspelers? Is dat een beetje achterover leunen? Of? Nou, ik vond dat ze veelal de lange bal hanteerden op 2 goede spitsen van hun. En dat heb ik voor hun goed uitgepakt. Alleen de tweede helft, wij moesten ook wel. We gingen wat meer vooruit. En conditioneel waren hun volgens mij ook niet zo sterk. Want iedereen had kramp daar. Serieus? Ja, en anders eigenlijk niets meer te vertellen. Alleen wij maken te weinig. Wat zijn hun zwakke punten? Waar zijn ze te pakken? Achterin. Mm-hmm. Achterin vond ik het niet sterk. Dus ik denk dat daar onze kansen liggen. En dat hebben we zaterdag al bewezen. Alleen nu moeten we zaterdag bewijzen dat we ze ook afmaken. Ja. Het verhaal natuurlijk van dit seizoen van PSL is, jullie willen natuurlijk de eerste helft van het seizoen echt druk zetten, aanvallend voetbal spelen. Ja. Later is dat een beetje teruggedraaid, meer naar achteren leunen. Maar nu moeten jullie, hè? Nu denk ik dat hun zich laten inzakken. Ja, wij moeten wel. Maar ik zie het wel als een wedstrijd op zich. Kijk, op het moment dat jij gewoon die ene goal maakt, dan weten hun ook. Een tweede, dat is verlengen. Dus er zal bij hun ook wel, paniek wil ik niet zeggen, maar dan worden hun ook wat zenuwachtiger. Dus we moeten het gewoon slim spelen als een gewoon wedstrijd op zich. En wij weten wat we kunnen. En dat hebben we laten zien, tweede seizoen zelf. En als wij dat op de mat leggen, dan gaan wij zaterdag een ronde verder. Ja. Hoe kijk jij terug op dit seizoen? Je hebt net al gezegd, de eerste helft van het seizoen moeizaam. Natuurlijk trainerswisseling gehad. Later alleen maar in principe gewonnen. Hoe kijk jij terug? Ja, persoonlijk wel teleurstellend. Ik heb een baanwisseling gehad in de zomer. Mm-hmm. Waardoor ik gewoon, voorheen was ik altijd actief met mijn werk. En nu had ik een kantoorbaan. En ik was niet fit aan het seizoen begonnen. Daar heb ik gewoon heel veel last van gehad het lopende seizoen. Nee. En qua team, ik vind, ik heb het super naar mijn zin. Het is een hele echte groep die iedereen accepteert en opneemt in de groep. En dat hebben we ook de tweede helft van het seizoen laten zien. Daar ligt ook onze kracht om als team op het veld ook te laten zien. Ja, want stel dat jullie de ploeg verslaan, het TAVV, dan krijg je te maken met de winnaar van BBCB. BBCB? Valk 68. Valk, ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan krijgen we BVCB waarschijnlijk, want die hebben gisteren gewonnen. En dat is dan weer een mooie uitdaging. Alleen ik denk dat nu de focus moet liggen op eerst maar zaterdag Precies. Volle bak tegen THVV. En zorgen dat we onder verder komen. Ja. Je zei het al, moeizaam begin gehad. Kantoorbaan, even wennen weer. Maar dat voetbal in die tweede klasse sowieso, Geert? Ja, is ook wel wat anders. In de eerste klasse of in de hoofdklasse zelfs.
ja, toch meer ruimte. Mm-hmm. En hier, ja, ja, heb je wat minder ruimte. Het is, ja, het vergt ook aanpassingen. En ja, als je niet fit bent, dan is dat heel lastig. Mm-hmm. Dus, voor mij ligt er gewoon een uitdaging om te zorgen dat ik van de zomer fit ben. En dat ik volgend seizoen wel kan laten zien en van waarde kan zijn. Want dat vind ik persoonlijk dit jaar te weinig. Nee. En hoe ga je met schema's werken? Of hoe moet ik dat zien dan, dat je fit bent? Nou, Martijn Bakker is een fysio van ons. Ja. En, die heeft een praktijk in Zuid-Beierland. En daar ga ik van de zomer zorgen dat ik fit word. Ja. Onder begeleiding van hem. Want jij bent natuurlijk een explosieve voetballer, hè? Die, als je dan niet echt fit bent, dan kan ik me voorstellen als je zondag ontzettend opstaat, dat je dan behoorlijk wat last hebt. Ja, ook wel. Maar gewoon ook het lopende seizoen, conditioneel, als je geblesseerd bent, dan lopen er toch achteraan. En dat heb ik in het begin van het seizoen een lange blessure gehad met mijn rug. En dat merk je gewoon. Het gaat nu ook zijn tol eisen aan het einde van het seizoen. Oké, top. Je zegt terecht, eerst maar eens proberen komende zaterdag te winnen van THVV met meer dan 2 doelpunten verschil. Ja, of 2 doelpunten verschil, dan maken we het af in de verlenging, want conditioneel zijn ze niet zo sterk. Oké, okay. Toch wel apart, hè, dat een vereniging conditioneel niet sterk is. Toch? Ja, ja. Ja, of het weer was, was best warm, maar dan waren wij conditioneel heel sterk zaterdag. Want wij hadden geen last van kramp en konden gewoon nog volle bak geven, alleen we hebben het niet afgemaakt. Oké. Okay. Sjoerd, komende zaterdag in die wedstrijd TAVV, 2:30 neem ik aan, hè? Ja, ik ben Geert, hè? Geert, ja, sorry. Nee. Geert, komende zaterdag in die wedstrijd tegen TAVV, heel veel succes, man. En zorg dat dank je een ronde verder komt. En jij nog succes met uitzending. Hey, dankjewel, hè. Oké. Hoi.